Meneer de Haas, u staat op het complex van Haaglandia. Met wat voor gevoel staat u hier? Als ik het populair mag zeggen, dan is het een klote gevoel. Dat zou je wel begrijpen, neem ik aan. Dus zometeen een bijeenkomst, hè, waarbij de jeugdtrainers en de begeleiding... een gedeelte van de leden. Die worden bijgepraat over de stand van zaken? Ja, de stand van zaken, ja, klopt. En hoe gaat dat eruit zien? Ja, zoals u zelf al zegt, we zijn helaas nog niet formeel failliet. Maar de club houdt op te bestaan. Hoe triest het ook klinkt, maar het is zo. Wanneer zou dat formele gedeelte dan uitgesproken moeten worden? Nou ja, dat hangt dus af. We moeten nog melden aan de leden, formeel aan de leden melden. Dus voor de moeten we dus uitschrijven. Dus dat zal maar een week of twee, misschien drie, of er moeten eerdere crediteuren zijn die het faillissement zelf aanvragen. Dat zou kunnen. En hoe gaat het dan verder met de leden? Ja, dat is een goede vraag. Maar in feite zou je dat bij de gemeente moeten vragen. Die hadden volgens hun hadden ze daar een oplossing voor. Waarvan ik zeg, dat is onhaalbaar. Zoveel leden, en zeker jeugdleden, dus hier in de buurt kwijt zien te raken, dat lukt ze gewoon niet. Dus en zeker de A tot en met de C, wat allemaal in de divisie loopt, de voetbal, het goede voetballers zijn. Nou, dan moeten ze al naar Kwik of naar HBS, dat zijn al afstanden. Plus het feit dat de elftallen zijn daar samengesteld. Dus er staat dan niemand te wachten om spelers van Haaglandia erop te gaan nemen. Want dan breekt de oorlog uit met de ouders van de bestaande mensen, de bestaande voetballers. Dus, nou, ik zie dat als kansloos of een hoop armoe. Als we eens kijken naar het complex, hè? De kantine bijvoorbeeld en de tribune, die zijn van Haaglandia. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, dan komt er dan een beslaglegging door de Belastingdienst. En dan zullen we kijken wat er gaat gebeuren. Dan zal er waarschijnlijk geveild gaan worden. Want kijk, zo'n kantine is natuurlijk onverkoopbaar, onbestemming als recreatie is, voetbal. Dus hoe ze dat oplossen, ja, dat is onze zorg niet. Dus dat zal de belasting met de gemeente waarschijnlijk op moeten lossen. Bent u boos? Ja, ik ben erg boos. Ja. Stelt u dat, vindt dat vreemd of niet? Hey, ik zou dat me niet verbaast. Op de gemeente neem ik dan aan? Op de gemeente uiteraard, ja. Ja. De manier waarop het allemaal gegaan is. Met heel veel onwaarheden. Dat ergert mij het meeste. En dus, er zijn bedragen over de tafel heen gekomen. De ene keer is het 40, dan is het 70, dan is het 80. Dus wat de gemeente ervan maakt, weet ik niet. Maar er zullen waarschijnlijk andere dingen de reden zijn waarom wij hier weg moeten. Ik kan ze zo niet verzinnen. Ik heb mijn gedachten wel, maar... Laat die gedachten eens gaan? Nou ja, ik ben van mening dat of de hockey hier naartoe komt met een club als een Semper. Want Semper alleen, het heeft geen zin om die uit daar weg te halen, hier neer te zetten. Want daar is de club te klein voor. Maar misschien in samenwerking met hockey, want die zitten daar heel erg beperkt natuurlijk in de ruimte. Dus ja, ik denk dat dat het is. Maar dan komen pas na 5, 6, 7 maanden komen we erachter. En dan is er ook van het verhaal af dus. Als we nu kijken naar het hele verhaal, waar is het dan volgens u echt fout gegaan? Nou ja, het is natuurlijk niet van gisteren. Laten we eerlijk wezen, dat toen ik hier aantrad als voorzitter, toen waren er al wat problemen. Of waren er al problemen. Dat hebben we getracht goed op te lossen. Tussentijds hebben we de zondag geëlimineerd, ermee gestopt. Waardoor er een hoop kosten dus niet meer waren. Dus onder andere busreizen, verre busreizen. We speelden natuurlijk in de topklasse. Dus ja, we hebben echt getracht de kosten zoveel mogelijk naar beneden te brengen. En dat is ons ook aardig gelukt. Alleen, je hebt een dermate grote achterstand. Dat loop je niet in de tijd van 2, 3 jaar loop je dat in. En dat hebben we de gemeente ook verteld. En ja, we hebben met elkaar in gesprek geweest. Maar helaas, daar is nog op dit moment geen begrip in voor. Dus over en uit. U had graag meer tijd gekregen van de gemeente om alles recht te breien. Ja, zeker. Want dat had ook gelukt, denkt u? Dat had zeker gelukt. We hebben een sluitende begroting voor dit seizoen. Dus met een positief resultaat onder de streep. En de belasting of de gemeente weigert het gewoon. We hebben een voorstel gedaan van een sales lease back. Hè, om dus de opstallen te verkopen aan de gemeente. Met een huur die we dan terugbetalen aan de gemeente. Dat hebben ze gewoon geweigerd. Dus ze zijn niet eens over aan het nadenken gegaan. Dus helaas. Wat dat betreft, de gemeente heeft zijn poot stijf gehouden in dat verhaal. Om te zorgen dat het einde eraan komt. Ja, dus ze hebben zeker de poot stijf gehouden, ja. En het zijn ook een aantal wethouders waar ik me niet bepaald de vlag voor uitsteek. Is er ook nog iets waarvan u zegt dat hadden wij als Haaglandia misschien anders op moeten rossen? Daar leggen wij ook de schuld misschien bij onszelf? Ja, als ik heel eerlijk ben. Kijk, die schuld had in feite nooit mogen ontstaan. Kijk, je weet als je verplichtingen aangaat dat je moet betalen.
Maar helaas, we hadden op dat moment de mogelijkheden niet. Waar ook nog bij komt dat er een contributieachterstand is. Dat we ook uit handen hebben gegeven aan een incassobureau. En dat loopt al beter. Maar ja, nogmaals, we moeten dat step by step moeten we dat verhaal gaan invullen. En dat kan je niet van het ene op het andere moment, ook niet van het ene op het andere jaar. En de gemeente wil daar verder dus niet in mee. Nou oké, zo be it. Wacht u een emotionele bijeenkomst zo meteen? Een moeilijke vraag. Het kan best zijn dat daar inderdaad een aantal mensen tussen zitten. Zeker oud-gedienden. Die daar heel veel moeite mee hebben. Ja. Ja, dat sluit ik zeker niet uit. Ja. Als u nou dadelijk hier naar huis gaat, hè, en uiteindelijk het Haaglandia-verhaal moet sluiten. En u kijkt dan terug op deze hele periode. Wat is dan hetgene dat bij u achterblijft? Nou, ik heb een aantal zeer prettige jaren gehad bij Haaglandia. Ook wat betreft de bestuursleden waar ik mee samengewerkt heb. Dus het spijt mij bijzonder dat ik op deze manier afscheid moet nemen van de club. Ik heb een voetbalhart, ik kom zelf uit de voetballerij vandaan. Dus ja, helaas het overkomt me. Maar ik ben niet zo belangrijk. Het gaat meer om de club en om de spelers. Maar goed, het is zo. Mag ik u heel veel sterkte en wijsheid toewensen? Ja, dankjewel.